Die is een man eigenlijk, mijn opa. Is, ik heb misschien bewondering voor hem, omdat ik het van dichtbij meemaak. Maar hij is verschrikkelijk slim, intelligent. En naar zulke mannen kijk ik op, die ver zijn in hun denken en vooral ook groot zijn in hun handelen. Er is ook een groep, vooral ook in Nederland, die vindt hem vooral heel gevaarlijk. Een moordenaar, hij is veroordeeld in Nederland voor drugs. Wat doe je met die dingen? Ja, ik zie het als een politieke zaak. Ik zie het als, vooral omdat je altijd tegenstanders hebt en altijd misschien dat deze tegenstanders allerlei zaken zoeken eigenlijk om je naar beneden te brengen. Dus ik hecht geen waarde aan zulke uitspraken of zulke daden. Maar is dat niet een beetje naïef om daar zo over te denken, vind je? Ja, hoe je draait of keert. Dit is mijn grootvader. Ik hou van hem en ik zie het van dichtbij. En ik maak er van dichtbij mee hoe hij als persoon is. Dus ik zou niet kunnen denken dat hij die daden zou doen.